Minister Sylvain Houtje naar Hing van Ruimtelijke Ordening en Milieu is minister af. Hij heeft de leiding op donderdag 16 maart officieel overgedragen aan minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De arbeidsminister zal vanaf nu als ad interim fungeren voor het ministerie. Tjona Hing blikt tevreden terug op het beleid gedurende zijn ambt als minister. Kijk mee naar het moment van overdracht. We zijn hier voor de officiële overdracht van het beheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag. We hebben hier de twee directeuren van het ministerie aanwezig. We hebben minister McAndrew die vandaag zal overnemen van mij op het ministerie. Minister McAndrew is bekend bij iedereen hier. Het is de bedoeling dat we het protocol van overdracht zullen ondertekenen, zo aanstonds. En met die handeling is dus de overdracht beklonken. Collega McAndrew, we hebben hier een vrij klein ministerie, het kleinste ministerie van alle ministeries. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de productie, de output, navenant klein is. Het is een ministerie gericht op de toekomst. U krijgt van ons een ministerie dat op dit moment nog niet is uitgegroeid tot een, zeg maar, helemaal ingevuld ministerie qua menskracht. Mm-hmm. Maar er is enorm veel werk verzet. En we zijn ervan overtuigd dat de staf die wordt overgedragen, die meegaat, dat die staf voldoende geëquipeerd is om het grote werk dat voor ons staat, om dat werk succesvol te kunnen uitvoeren. We zijn er trots op. We zijn trots op wat we tot op dit moment hebben kunnen doen. En we wensen u veel succes toe. Ik weet dat u dit ministerie als ad interim overneemt, maar het is nog niet duidelijk hoe lang dat duurt. We zullen natuurlijk zien wat de toekomst ons zal brengen. En we wensen u veel succes toe. En ik wil nogmaals benadrukken dat ondanks het feit dat we beseffen dat de directie en de staf voldoende op de hoogte zijn van de activiteiten op dit ministerie, zijn we altijd bereid om die ondersteuning te blijven geven. Dat gezegd hebbende wil ik het woord geven aan minister Stephen McAndrew. Oké, goedemiddag, ook van mijn kant. En laat me zeggen dat we vandaag inderdaad hier zijn voor de ondertekening van het protocol van overdracht. Ik heb aan mijn collega ook aangegeven in een privé setting dat ik het zeer jammer vind dat hij het werk waarmee hij is begonnen niet kan afmaken. Ik heb ook bij de president gezegd dat we iemand van kaliber verliezen. Iemand die toch leiderschap heeft getoond in de afgelopen jaren om ervoor te zorgen dat dit ministerie, wat in principe is gevormd na de verkiezingen in 2020, toch wel vorm te geven. Het is aardig geluk. Silvano heeft net aangegeven de nodige ontwikkelingen. Dat het ministerie in principe nog groeiende is, nog niet geheel tot volle wasdom is gekomen. Dat zal in de periode dat ik waarneem ook niet gebeuren. Ik ben wel realistisch. Maar er zijn een aantal zaken in train gezet door mijn collega. En het zal zaak zijn dan om in de komende periode die zaken op te volgen. Zodat er toch wel sprake is van continuïteit van beleid. En niet dat er hier wel vreemde dingen gaan gebeuren. Ja. Ik reken uiteraard ook op de ondersteuning van de directie. Die weten wat er in place is, wat er moet gebeuren. En uiteraard, zoals hij zelf heeft aangegeven, reken ik ook op de medewerking van mijn collega, nog collega, omdat ik toch wel weet dat hij de nodige passie heeft voor het werk dat hij hier is begonnen. En ik weet zeker dat ik, als ik een beroep op hem doe, hij te alle tijden die ondersteuning zal bieden om ervoor te zorgen dragen dat wat hij hier is begonnen voortgezet kan worden.
Dus ik wil hem heel veel succes toewensen met deze onvoorziene stap. Maar dat is het leven soms. Je weet niet, als je soms in een boot stapt, waar je uit gaat stappen. We zien hem, en daar praat ik namens het ministersteam, we zien hem met leden ogen vertrekken, omdat hij ook een collega was die te alle tijden bereid was om je te ondersteunen, van raad en daad te voorzien, maar ook waar nodig in te vallen als dat nodig was. Dus in dat opzicht denk ik dat we nogmaals iemand van kaliber verliezen, maar iemand die zich toch ook heel collegiaal heeft opgesteld in de afgelopen maanden dat ik met hem heb samen mogen werken. Dus ja, dank u wel. Ik vergat even te introduceren natuurlijk de twee directeuren, mevrouw Van Wessa-Geffery, die is de directeur algemene zaken en algemeen beheer en financiële zaken, en de directeur milieu, de heer Ritesh Charju. Nou, ik denk dat het tijd is om over te gaan tot de ondertekening. Dank u wel. Nou, ik denk dat we het daarmee hebben gehad. Veel succes toegewenst. Nogmaals, je kunt rekenen op onze ondersteuning en natuurlijk de ondersteuning van de staf die zeker ook haar ondersteuning zal geven bij de uitvoering van het werk. Dank u wel. Maar zeggen als persoon, op de eerste plaats zeer leerrijk natuurlijk. Je leert nieuwe mensen kennen, maar je leert ook, ik ben gestapt in een totaal nieuw gebied. Ik ben van huis uit econoom. Dan kom je in een situatie terecht waar je een ministerie moet leiden van ruimtelijke ordening en milieu. Zeer enerverend. Het betekent dat het vereist veel van je, omdat je totaal moet gaan heroriënteren. Ik denk dat het heel succesvol is geweest. Ik ben daar heel erg trots op, in de zin van dat wij iets hebben kunnen neerzetten. Het is een fundament. Als we kijken naar wat er in andere landen gebeuren, moet ik zeggen dat wat het fundament betreft dat wij hier hebben gelegd, dat het niet onderdoet voor vergelijkbare landen voor wat betreft het milieubeleid. We hebben in principe vrijwel alle zaken die zijn afgesproken, met name binnen het kader van het Parijsakkoord, zijn ze dus neergezet. Dus dat is voor wat betreft climate change. Voor wat betreft biodiversiteit zijn we ook redelijk, hebben we een inhaalslag kunnen maken, dus zijn we ook redelijk on schedule. Voor wat betreft het ruimtelijke ordeningsbeleid hebben wij de wet, een conceptwet op de ruimtelijke ordening in Suriname, die is op dit moment gereed. Er is een strategie gereed. We hebben gesproken met stakeholders over het hele land. Dus het is niet zo dat wij hier hebben gezeten en iets van internet hebben gedownload en vervolgens een wet hebben gemaakt. We hebben een wet waarvan we denken dat die sterk genoeg is om goedgekeurd te krijgen bij de Nationale Assemblée, zodat die ruimtelijke ordening eindelijk sinds het bestaan van Suriname een beetje vorm kan krijgen. En dat we daadwerkelijk kunnen gaan praten over ruimtelijke ordening in Suriname. Nou, ongetwijfeld, omdat wij het ministerie laten met een hele drukke agenda. Op het programma stond het klimaatakkoord, het Nationaal Klimaatakkoord. En als we praten over het klimaatakkoord, dan denkt iedereen dat we
praten over het ondertekenen van een document, ja, een stuk papier met wat afspraken. Nee. Het belangrijkste van het klimaatakkoord is de dialoog die wij op touw wilden brengen. De dialoog die wij zouden starten op dit moment. Het is al in principe gestart, een dialoog met alle stakeholders in Suriname, waar we konden praten over het klimaatbeleid in Suriname. En daarbij ook de commitment van alle stakeholders incalculeren en overeenkomen. De planning is aan het eind van dit jaar om dan overeen te komen dat wij ons committeren, maar ook bijdragen, op welke manier dan ook, aan het verbeteren van het klimaat in Suriname, althans het beleid. Dat is één van de zaken. Er zijn een heleboel zaken. Ik had graag gewild om, zeg maar, de eerste te zijn die de wetruimtelijke ordening er doorheen kreeg. Ik had graag gewild om de Nationale Milieuautoriteit te operationaliseren. In principe is wat dat betreft ook alles gereed en is het een kwestie van het goedkeuren door de Nationale Assemblée van de wijzigingen op de Milieuraamwet. Dus er is heel veel. Ik kan natuurlijk nog doorgaan met een aantal zaken die we heel graag hadden willen hebben over afvalbeheer en dergelijke. Die zijn er allemaal. Mijn enige wens is dat dit beleid wordt voorgezet en dat deze doelstellingen worden bereikt door mijn opvolger. Minister Makanro is de interim, die gaat optreden als ad interim, maar degene die permanent opvolgt, die wens ik veel succes toe en ik hoop dat al deze plannen die nu zijn neergezet, laat mij zeggen inclusief de financiering, want het zijn niet plannen zonder financiering. Als we praten over plannen, dan praten we over plannen waarvan de financiering veiliggesteld is. Nou, dat die kunnen worden gecontinueerd, waardoor het beleid wat betreft het milieu in Suriname op een veel hoger niveau kan komen. We beginnen met vakantie. We beginnen met vakantie en opnieuw oppakken van een beetje lichaamsbeweging. Je moet een beetje gaan rechargen. Je lichaam weer in conditie brengen, omdat het ministerschap betekent dat je heel veel zit, weinig lichaamsbeweging hebt, weinig vrijheid en heel gespannen 's morgens als je wakker bent, dan denk je alleen maar aan wat je de volgende dag zal doen. Dus we gaan wat vakantie nemen en dan als je fit bent en gezond, dan is het makkelijk om in te vullen het vervolgtraject. Maar dat er een vervolgtraject komt, dat staat als een paal boven water. Dat komt wel zeker. Suriname? Ja, ongetwijfeld. Laat me zeggen, bewustwording in Suriname is een ongoing thing. Ik denk dat we wat dat betreft veel meer kunnen doen. Het is een lange weg. Waarom? Omdat iedereen afgeleid is op dit moment door de economische problemen die we hebben. En dan zit niemand te wachten op een milieuverhaal. Er zijn natuurlijk genoeg mensen in Suriname die zich bewust zijn van de gevaren die op ons afkomen. En we horen rekening te houden met de gevaren die op ons afkomen. Wat kan ik zeggen? Dus de bewustwording, daar moet aan gewerkt worden. Wij hebben een heleboel neergezet. Ik denk dat het... Zoals ik eerder zei, het fundament dat is gelegd is een heel stevig fundament. Het beleid is duidelijk. Er is een beleid klimaatfinanciering. Er is een biodiversiteitsbeleid. Er is de State of the Climate Report. De inventarisatie van onze broeikasgassen. Al die zaken zijn allemaal in beeld op dit moment. Degene die hier zal zitten moet het slechts oppakken waar we het gelaten hebben. En ik denk dat er binnen niet al te lange tijd al tastbare resultaten kunnen komen uit wat er al is gezet. U weet, het land heeft weinig geld en er is heel weinig gereserveerd op de nationale begroting voor milieu, nog geen procent. Dat betekent dat je afhankelijk bent van geld als je iets wil doen van het
van donoren van het buitenland. Nou, dat geld is wel in hoge mate aanwezig, maar je moet eerst beleid voorbereiden voordat je aanspraak kan maken. Nou, dat zit al erin en eigenlijk mag het niet moeilijk zijn om dat aan te spreken en om uit te voeren. Wel, ik denk dat het altijd een beetje gevoelig ligt om over te nemen zo. Maar mijn collega, wel ex-collega nu, heeft duidelijk gemaakt van wat er allemaal is gerealiseerd in de afgelopen periode. Dus het zal nu zijn verder gaan met het beleid dat is uitgestippeld. We hebben gesproken voor we hier naartoe kwamen. Ik ben op de hoogte van zaken die nog verder uitgevoerd moeten worden. Dus in de komende 2 weken, misschien wat langer, zal de focus dan ook zijn om verder door te gaan met de implementatie van zaken die alleen wel in place waren gebracht door de vorige minister, om het nu zo te zeggen, Silvano. Wel, ik denk dat we qua bewustzijn nog een weg te gaan hebben. Trouwens, dat is ook aangegeven. Voor wat beleid betreft beleid, milieubeleid, denk ik dat we daar ook nog wat verbeterpunten hebben waarop we gaan moeten focussen in de komende periode. Maar al met al denk ik dat de grootste handicap op dit moment in Suriname qua beleid is de visie, handelen van onze eigen landgenoten. Als je ziet hoe men zich gedraagt in het buitenland en hier in Suriname, dan is het toch wel een hele wereld van verschil. Dus mentaliteitsombuiging hoort ook bij een gericht milieubeleid, omdat je anders water naar zee gaat dragen, toch? Dus daarop zullen we nog moeten focussen. Ik weet niet wat voor plannen er op dat stuk zijn voor wat betreft bewustzijn, groter bewustzijn. Als minister van Jeugdzaken denk ik dat we zo vroeg als mogelijk daarmee moeten beginnen. Kinderen vanaf jongs af leren hoe ze met het milieu moeten omgaan. Ik denk ook dat we kinderen ook van jongs af aan bewust moeten maken van de uitdagingen die er zijn op milieugebied, klimaatsverandering en dat soort zaken, zodat ze toch wel weten dat de wereld waarin ze leven aan veranderingen onderhevig is, als we niet goed zorgen voor onze planeet. Dus in dat kader zullen we kijken van hoe we verder kunnen gaan met de weg die is ingeslagen. En uiteraard, als er een nieuwe minister komt, zullen we die dan ook de nodige medewerking geven, zodat die ook volledig op de hoogte is van de stand van zaken voor wat betreft het beleid dat is ingezet is geworden in de afgelopen periode. Ik denk wel dat milieugerichte projecten geïmplementeerd kunnen worden door jongere organisaties. We hebben SDG-ambassadeurs, we hebben CARICOM Youth-ambassadeurs. Dus die kunnen we ook inzetten om een grotere bewustwording tot stand te brengen onder hun peers, onder jongeren. Zodat ze toch wat meer milieubewust, klimaatbewust gaan leven en ook hun keuzes daarop gaan afstemmen.